Kram is dus het resultaat van een dagenlange zoektocht naar de titel die de lading dekt van mijn voorstel. Ik dacht, ja, Arendberg, tof dat ik hier mag spelen. Mag ik hier wat krammen in de muur kloppen? Nee, dat mocht niet. Dus wat heb ik gedaan? Ja, kosten, hè? Kasten. Ik moet zeggen dat ik er echt wel van genoten heb. Ja, ik vond het echt een hele fijne voorstelling. Ze zeggen vaak van het première publiek, goh, dat wilde niet hebben. Dat is niet het echte publiek, dat is niet leuk. Ik had hier het gevoel dat ik effectief in een warm bad zat en ja, dat de mensen er graag waren, dat ze het mij ook gunden. Ik heb eigenlijk het tegenovergestelde gevoel. Ik vond het echt superleuk, echt waar. Ja, goedemiddag, meneer Verbrugge. Maar die heeft aan heel de dag gedacht, ik mag niet Mark zeggen. En dan zegt hij, ja, komt u maar, meneer Verbrugge. En dan komt u maar. En die geeft u dus een prachtige plaats. Ik denk dat ik hier niet liever kan staan dan met dingen die ik gewoon zelf leuk vind. En ik heb nu gekozen om iets alleen te doen. Ik ben echt een groepsmens. Ik vind het fantastisch om met andere mensen samen te werken. Maar gewoon inhoudelijk denk ik echt dat het tijd was om gewoon eens echt mezelf te zijn. En dan, ja, ik kan niet anders dan stralen dan, want dat is, ja, ik sta dat met volle plezier en ik hoef geen water bij mijn wijn te doen, ik hoef met niemand rekening te houden. Dus en dat, ja, dat werkt wel voor mij toch in ieder geval. Ik denk, dat kan niet, dat is verborgen camera. Dit kan niet. Pas op, dat is echt gebeurd, hè. Dit is niet Verbrugge, Mark. Ik vond het echt een hele ontspannende avond. Ik heb continu met een glimlach op mijn gezicht gezeten. Herkenbare dingen voor mij natuurlijk, omdat ik Herman al heel lang ken. Maar ik heb ook dingen gehoord natuurlijk vanuit zijn gezin enzovoort. En andere privézaken die super, super leuk waren om naar te luisteren. Ik heb echt genoten om Herman zo bezig te zien. Dat lag wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. Dat hij ooit zoiets... Ja, ik dacht, dat is iets voor hem. Maar het was wel verrassend, want hij heeft er met ons vooraf niet over gepraat. Dus het kwam allemaal heel fris. En daar zat wel veel materiaal in dat wij zelf meegemaakt hebben, waar we bij waren. Ik denk dat hij met deze voorstelling heel veel mensen een heel prettige avond gaat bezorgen. De koning stapt gewoon binnen. Dat kan dus niet, hè? Ik denk, wauw, dat kan niet. Ik voelde dat. Ik heb dat niet zo wauw in zijn gezicht gezegd. Maar die koning stapt binnen en zo, die gasten er even zo van... Oh, dat klopt hier niet. Maar ja, uiteindelijk waren ze binnen. En dat was supergezellig. Ik heb smakelijk gelachen en ik vond het heel, heel prettig. Het is ontwapenend. Hè. Het is ontwapenend omdat hij dat voor de eerste keer doet als hij 61 is. Het is ontwapenend omdat hij heel eerlijk is in de verhalen dat hij vertelt. Het is ontwapenend omdat je soms jezelf betrapt dat je smakelijk moet lachen met al die mopjes waarvan hij soms denkt, dat is misschien niet helemaal politiek correct. Dus ik vond het een heel, heel fijne avond en echt chapeau voor wat hij voor elkaar heeft gekregen. Ik ben verrast door Herman. Zijn vinnigheid. Hij heeft op en top Verbrugge eigenlijk. Hij was helemaal niet Markske. Voor mij is dat plezant om dan een collega zo bezig te zien. Hoor het? Een Citroën. Ik denk, dat kan dat toch niet? Het is zomer. Het is zomer, het is vakantie. Nee, dat kan niet. Kom, klik. Mijn kinderen zeggen, papa, doe dat niet. Ze kennen u hier niet. Ik denk dat je wel een leuke avond hebt. Er was zelfs dingen te weten komen over mij die niet veel mensen weten. Dank je wel.